Ja, Deventer is een voetbalstad bij uitstek natuurlijk. Hè. Het rood-gele bloed dat vloeit door de aderen van al die mensen hier in de stad. De die-hard voetbalfans, de die-hard Eagles, zo mag ik het zeggen. Maar het is allemaal net even anders dan in 2013 en in 2016. 2013, de promotiewedstrijd tegen Volendam. Een ja, eigenlijk bijna vol stadion dat keek op een scherm hoe het allemaal goed ging. In 2016 een vergelijkbare wedstrijd, een promotiewedstrijd tegen de Graafschap. Toen naast het stadion een groot scherm waar duizenden en nog eens duizenden mensen keken. En nu is dat anders. Allemaal door corona natuurlijk. Wat niet wil zeggen dat er geen beleving is. Als je vandaag door de stad fietste, dan voelde je toch die siddering als je het had over de wedstrijd van vanavond. En ook hier op de Brink leeft dat gevoel. De terrassen zitten vol, weinig rood geel, maar ze zijn er wel, de fans. We lopen even naar dit terras. Twee knapen die ik zojuist ook al eventjes sprak. Mannen, het gaat gebeuren vanavond. Hoe zit het met jullie onderbuikgevoel? Oh, wel zenuwachtig hoor. Ja. Nou, vanavond gaan we gewoon winnen hoor. En de Graafschap gelijk spelletje spelen, dus niks aan het handje. Ja, is dat gevoel nu anders dan in 2013 en 2016 door corona? Of voel je eenzelfde spanning? Oh, eenzelfde spanning hoor, ja, jawel. Ja, misschien nu minder supporters en zo erbij, maar wij gaan vanavond gewoon lekker een overwinningtje pakken. En de Graafschap gaat gewoon gelijk spelletje spelen, dus niks aan de hand. Waar ga je kijken? Gewoon bij mij thuis. Gewoon bij mij thuis, jazeker. Nou, het terrasje gewoon lekker naar huis en dan wedstrijdje kijken. Gaat helemaal goed komen. Veel plezier, zet hem op en op tijd naar de wc hè, als het te spannend wordt. Hier verderop zitten nog een aantal mannen. Mannen, zal er dan geen rood en geel meer wezen? Dat gevoel dat leeft ook bij jullie. Hè? Ik blijf op afstand in verband met corona. Rood-geel, dat zijn de kleuren van juweel. Ja. Kriebelt het in de onderbuik? Ja, heel veel. Ja, tuurlijk. Ja, dit is iets wat we niet verwacht hadden. Cadeautje. Ja, maar in 2013 die promotiewedstrijd tegen Volendam, 2016 tegen de Graafschap. Is dit anders? Want ja, de kansen liggen er, maar zijn kleiner. Natuurlijk zijn ze kleiner. Maar goed, ik weet nog, ik kan me heel goed herinneren dat het een heel ladertje werd. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Ik ben vanochtend opgestaan, het gevoel is goed. En het gaat gewoon gebeuren. Zet hem op, mannen. Drink dat biertje. Het is een geel biertje, geen rood geel biertje. Maar hij smaakt heel erg prima.